Finish! Back in your position! You killed the game now! Come back in your position! Ja, dat klopt. Ik bedoel, het vertrek was een beetje rumoerig. Ja, dat weten we allemaal. Maar we weten ook allemaal dat we door moeten. En dat we ons moeten focussen op onze eerste wedstrijd na de stage. En het is tegen Club Brugge en dat is eigenlijk de focus geweest. Vanaf het begin. En dat is ook deze paar dagen is het duidelijk geweest dat we ons daarop richten. Ja. Ja, wat accenten leggen, vooral in het verdedigende aspect. Wanneer en hoe druk zetten. Dat loopt nog niet zoals ik wil dat het loopt. Daarnaast moet je natuurlijk wat trainingsarbeid verrichten. Wat ook duidelijk is na een weekje vrij. En je probeert iedereen zoveel mogelijk minuten te geven. Om wat ritme op te doen en die balans moet je zoeken. Maar ik denk het allerbelangrijkste voor zo'n stage is dat iedereen fit blijft. Of iedereen fit wordt en blijft. Want zonder fitte spelers kan je geen wedstrijd spelen. Ja, dat was ook de bedoeling om iedereen een behoorlijke trainingslood te geven. Maar wel fit te houden. We hebben twee wedstrijden gespeeld. De eerste met waarin iedereen een beetje aan bod kwam. De nieuwe jongens van de academie kwamen ook aan bod. En de tweede toch al gericht richting Club Brugge. Sowieso over de trainingsarbeid sowieso ben ik heel tevreden. Want het was niet altijd makkelijk om het te doen. Hè. Soms twee keer trainen, behoorlijk trainen. Maar ze hebben het allemaal goed verteerd en goed opgepakt. De wedstrijden, ja. Het is goed om af en toe ook wel een beetje resultaat te halen in dit soort wedstrijden. Tegen Cambuur was het niet goed, dat is duidelijk. Maar we hebben wel. We denken wel dat we weten waardoor het komt. Tegen Heerenveen was het beter. Zeker de eerste 60 minuten. En na 60, 65 minuten gaat het wat minder omdat je moet wisselen. En dat is ook te begrijpen. Ja, ik hoop het dat hij het heeft opgepikt. Het is toch nog niet 100%, maar het gaat wel die richting op. En dat is belangrijk, dat hij begrijpt wat de bedoeling is. Maar ook het elftal begrijpt hoe ze hem moeten gebruiken. Een spits die loert op zijn momenten. En daar moeten we goed gebruik van maken of kunnen maken. Ja. Ja, uit ervaring weet ik dat zo'n winterstage, dat je elkaar beter kent. En dan in het voorseizoen, dat je elkaar beter kent. Weet wat je kan zeggen tegen elkaar. En dan is zo'n avond of zo'n dag ontspanning is fantastisch. Dan merk je gewoon dat de groep dichter bij elkaar is gekomen. Alleen het moet altijd vertaald worden naar prestaties op het veld. En, ik bedoel, het kan allemaal nog zo mooi zijn geweest hier. En het gaat allemaal weer om volgende week en de weken daarna. Ja, dat is ook duidelijk, dat weten we. Maar het is een wedstrijd die je moet spelen. Dus ik zou zeggen, laat ons. In ieder geval de spirit hebben zoals tegen Mechelen, onze laatste wedstrijd. Als we die spirit hebben en als we wat zaken kunnen brengen waar we deze week aandacht aan hebben besteed, ja, dan kan je ook tegen Club Brugge een resultaat halen.